Een onderaardse stad van bunkers in de duinen, bij Kijkduin. Dit weekend zijn ze voor het eerst te bezoeken tijdens de Open Monumentendagen. Tientallen vrijwilligers hebben een gangenstelsel uitgegraven, waardoor de bijzondere bunkers weer met elkaar zijn verbonden. Nou, hier is het. Wij zijn hier al sinds 2013 zijn we hier al bezig om dit gangenstelsel te renoveren. Daarbij hebben we dus het stukje dak hebben wij hersteld. En daarbij hebben we dus een aantal gangen nog extra eraan vastgekoppeld die dus eerst niet beschikbaar waren. Dit was onderdeel van de Luftwaffe, onder andere. Hier hebben dus de Luftwaffe gezeten en de Heer. De Heer staat dan voor de landmacht. En dit stukje was dan bedoeld om vliegtuigen te spotten. Deze bunker is gebouwd in 1942. De bunkers en de gangenstelsels die zijn gebouwd voor de Duitsers. Ze zijn niet door de Duitsers gebouwd, maar door lokale aannemers. Het is wat dat betreft een mythe dat allemaal dwangarbeiders zijn gebruikt. Dat is dus niet zo. Het zijn dus allemaal door aannemers gemaakt. Is ook aanbesteed en daar hebben ze ook geld aan verdiend.